was right. Excuseer je, vrouwtje. Ja? Weet je toevallig hoe laat het is? Nee. Je hebt geen horloge? Nee. Ja, niet hier. Hij ligt nog thuis. Oh. Nou, daar hebben we dan ook niet veel aan, niet? Nee. Sta je hier al lang? Een minuut of 10, denk ik. En dan zal die zo wel komen. Hè? De laatste bus. Oh, ja, natuurlijk. Uit geweest. Hè? Kom je van een fuif of zo? Een verjaardagsfeestje, ja. Oh. En? Geamuseerd? Ja hoor. In onze tijd noemden we zoiets een party, zo'n fuif van u. Dat gebruiken ze zeker niet meer. Soms. Toch. Let's party, dat zeggen ze nog wel. Was er niemand die jou even naar huis wilde brengen, die vijf? Niemand van de jongens die jou een lift wilde geven? Jawel. Maar toch sta je hier. Dan moesten ze helemaal omrijden. Dat wou ik niet. En de bus stopt toch voor mijn deur. Als die komt. Hij heeft nog even tijd. Weet je dat zeker? Zo zonder horloge. Ik neem hem wel vaker. En altijd alleen. Ik niet altijd. En daarbij, ik loop graag even buiten. De nachtlucht doet mij goed. Dat doet ze ook als je met z'n tweeën bent. Meer zelfs. Dan kan ze je op bepaalde ideeën brengen, zo 's avonds laat. Ik weet niet wat u bedoelt. Kom. Sweet 16 and never been kissed, dat maak je mij niet wijs. Laat me met rust, alsjeblieft. Hoezo? Doe toch niks? Met al die vragen. Wat is daar verkeerd aan? Wat u allemaal wilt weten, dat gaat u niks aan. Oké. Als je het zo opneemt. Vrouwtje, raakt me niet aan. Het jonge gut is allemaal hetzelfde. Ben je vriendelijk voor ze, dan snauwen ze je af. De hele dag zie je geen mens. Dus je denkt eindelijk een praatje te kunnen slaan. Een rotwereld is het. Mensen die alleen maar aan zichzelf denken. Nee, dat bedoel ik niet. Lari, excuses. Probeer er maar niet uit te praten. Ik weet wel wat je van me denkt. Wie is zo'n vieze vuile vent? Zo'n oude bok die geldt op jonge grietjes. Nou, je zat ermee. Ik was bang dat ik je iets zou aandoen. Zou vastgrijpen, bepotelen en de rest. Nee. Dat is niet waar. Ach, houd toch op. Ik meen het. Bewijs het dan. Wijzen. Ja? Geef mij een vuurtje.
Jonge meisjes hebben tegenwoordig allemaal vuur op zak. Ik ben het mijne vergeten. Dus kom even naar hier en geef mij een vuurtje. Zie je wel, bange wezel. Fout, fout, absoluut fout. Hoezo maar? Voor je het weet ben je aangerand. Ik kon er toch niet blijven staan? Je had gelijk. Je had me niks misdaan. Dat zijn de trucs, kindje. Dat zijn de trucs. Hoe vaak nog? Mislukt dus. Ja, dat is zeker. Morgen proberen we het opnieuw. En dan aan het Centraal Station. Dat is ook een gevaarlijke buurt. Zeker weer niet weg. We gaan net zo lang blijven oefenen tot jij precies weet hoe je opdringerige mannen van je lijf moet houden. Dan pas mag je uitgaan. Is dat duidelijk? Ja, pa.